Dankjewel. We hebben vandaag op het programma staan kleppen stellen en ontsteking monteren en afstellen. Theorie, nou eigenlijk kennen we hem allemaal natuurlijk. Maar ik wilde er toch even een paar woorden aan wijden. Best wel onhandig eigenlijk. De zuiger gaat naar beneden. Dan gaat de zuiger naar boven en hier wordt het mengsel samen gepest. We gaan wachten tot hij zakt. Voelsmatig. Gaat even gewoon van de rij af. Ja, daar gaat hij. Oké, die doen. Ik ken het helemaal alleenig. Laat je er precies erin zitten, dan moet je vrouw draaien. Wat je dan krijgt, dan ga je draaien, zachtjes. En het meest compleet, dan gaat hij weer. Nou, net te ver. Maar doet het met een ringsleutel, niet met een steek. Want als je die steeksleutel hebt en je laat het los, dan flikkert hij naar beneden. Maar I-team, dat, hoe is het? De kameel, kun je het doen zelf? Natuurlijk de opzet hier, dat je het zelf doet. Ja. En als je nou zegt, ja, hoe was het ook alweer? En dan zijn de zat, die komen gewoon met de bus. En dan zeggen we, laten we even afkoelen. En doen we het gewoon buiten. Maar ik ben altijd bang dat ik het niet goed doe. Ja. Nee, maar dat heb je allemaal. Ja. Dus hier kennen we bijvoorbeeld met het kruidje, zetten we een streepje op. Want dan weet je voor je eigen. Ja. Want als je iedere keer natuurlijk in en uit loopt, en dan ben je deur en dan weet je het niet meer. Ja. Ik streep het af op een blaadje. We weten dat hij daarin moet. Maar hoe moet hij er nou in? Die eerste zuiger, hè, dat is eigenlijk de achtste, maar wij noemen dat de eerste. Die moet dus goed staan. Ja. Zit hier een sleutel. Als die bak er aan zit, dan steken we door een gaatje en hebben we hier een bak. Ja, oké, dan. Op dat punt staat de zuiger boven. Welke zuiger? Juist, welke zuiger? Ik wil dat deze zuiger op ontsteken staat. Hier, wat ging er nou gebeuren? Dan gaat hij open. Nu gaat die zuiger naar beneden. Ja. Hij trekt vacuüm, dus hij trekt... Waar het om gaat is... Alles erin. Ja. Brandstof. Compressie. Hij gaat verder en hij gaat dicht. Dus dan gaat hij, nou moet die zuiger omhoog, op zijn bovenste punt, en dat is hem. Ja. Dit correspondeert met het gaatje in die bak. Hij ging hier ook brandstof erin, hij gaat hem dicht doen, de zuiger gaat omhoog, en dan moet je kijken hoe ver ik draai, en dan zeg ik... Nou is die er. Zie je? Ja. Als je kijkt... Ja. Dan zie je dat ze uit de midden staan. Ja. Dus in dit geval kan je zeggen van ik pak die ontsteking. Dan weet ik al van jongens, zo moet die erin. Ja. Klik. Ja, ik reed af. Als we nou kijken, dan zie je als ik draai dat die contactpunt open gaat. Dat is de contactpunt. Dus die gaat open en hij gaat dicht. Ja. En als hij rond gaat, doet hij dat 4 keer. Dit moet de haartje op en die gaat op de bobine. Die massa moet vastgezet worden. Ja. En die zetten we hier aan. Ja. Ik moet ook weten waarom het snuur dan niet kan werken. We pakken dat lampje. Dan zetten we er 1 van de klemmetjes. Die zetten we op de massa. En deze komt bij de condensator. Hoe moet die daarop? Die komt bij de condensator. Goed kijken naar de contactpunt, wat er gebeurt. Als ik ga draaien... Ja, gaat hij dicht, de contactpunten. Zie je, dus op dit ogenblik, in dit gedeelte... Wou ik net zeggen, maar het is een behoorlijk groot gedeelte. Ik kan ook zeggen, van, ik zoek hem op. En hier is hij, en ik zet hem in het midden. En op dit moment zouden we een vonk krijgen bij de eerste benzine. We gaan een kap erop zetten. Dan zullen we dus kijken van, hé, hier is dat merktekentje. Dus die kap er komt er zo op. Dan weten we dat daar waar het roodetje heen wijdt, dat is de eerste bougie. Ja. Dan weten we dat deze dat is de eerste bougie. Ja. En toen? De tweede. De tweede. 3, 4, 2. Ja, dus 1342. Het liefste doe je dit dus met 2 man. Eentje draaien. Jij kijkt. Ja? Ja, en nu is hij nog verder. Hij staat hem al. Met andere woorden, deze klep staat eruit. Die moet gesteld worden. 25 ook niet meer tussen. Nee, dat gaan we proberen. Ja. Nee, gaat er niet meer. Dit is 20. Wil je die andere er even in stoppen? Die grijze. En erin. Ik ga er niet meer tussen. Ja, net wel. Het afstelmoment. Want we hebben hier een gaatje.
Dit is een onderdeel van de versnellingsbak. Mm-hmm. Als je dat probeert te vinden in je bus, dan wil dat wel eens tegenvallen. Als je hem zo ziet, weet je waar je het zoeken moet. Ja. En je pakt gewoon een haring, ouwe. Ja. Die buig je een beetje in een lekkere vorm, zodat je hem naar binnen krijgt. En dan is het een kwestie van plop erin. Ja. Ja. Alleen plop erin is wanneer eigenlijk? Dat is de grote vraag. Ja, hij zit er al in, Homer. Hij zit er al in, Homer. Alleen zit hij goed. Correct, 50%. Ja. En ik weet dat je 100% fout zit, maar dat is weer wat anders. We stellen af, ontstekingsmoment van 1. Ik weet maar 1 ding zeker. Ik wil ontsteken nadat ik een compressieslag gehad heb. En een compressieslag komt nadat mijn inlaatklep dichtgegaan is. Is dat zo'n hele klep? Nu gaat de klep, inlaatklep gaat open. Ja? Ja? Draai je maar. Inlaatklep gaat dicht. Rustig aan. Want nu gaat namelijk mijn ontsteking komen. Ik ben aan het comprimeren. En hebben. Mijn inlaat is dicht gegaan. Dus ik zit vol met benzine. De zuiger komt omhoog. En op dat moment moet ik ontsteking gaan hebben. Dit zie je dus niet als die in de bus staat. Want er zit een kleppendeksel overheen. En dan zit er een zeefje in. Dat vind ik irritant en dat haal ik eruit. En als die dan op ligt, kan ik precies de inlaatklep van 1 zien. Er komen er 2 omhoog. Ja. En dan gaan er 2 naar beneden. Ja. Er komen er 2 omhoog. En dan gaan er 2 naar beneden. En de vraag is dus, als hij boven is, is hij dan aan het eind van zijn compressieslag? Ja. Of is hij aan het eind van zijn uitlaatslag? Inlaatklep open, inlaatklep dicht. En als hij dan boven is, dan ben je in de buurt. We gaan ontsteken 12 graden voor bovenste dode punt. Goed, we halen de pen eruit, want we staan op zijn plek. Ja, ik doe het boordje, want die breekt. Ja, breek ja. Ja, neem je dan een boordje of neem je dit ding? Het boordje breekt gewoon, hè? Ja. Die breekt. Die breekt. Ja. Maar het is werk. Nee. Vind je onderin, als je er echt... Bij de 1, 2, 3, dat hij het lampje al in zich heeft. Dus we gaan hem draaien en kijken wanneer we een lampje gaan krijgen. Dat hij moet gaan branden op het moment dat je hem naar links draait. En hij gaat dus nu aan. En hij brandt nog als hij bij het volgende gaatje komt. Dus dit is mijn ontstekingsmoment. En dan is dit 1. Dus dit is mijn ontsteekmoment. Nou, dit is altijd het cruciale ding, hè? Een lange. Voor 1. Dan hebben we 1 gedefinieerd. Dan heb ik een bobine. Oké. Okay. Dan ga ik even 2 blokjes pakken en dan rij ik naar buiten. Ja, kom, laten we zitten. Oh, dat is nog geen pak. Ja. Oké. Okay. De elektrische pomp heeft dus gepompt. De elektrische pomp stopt bij te veel weerstand. Dus mijn vottenkamer zit vol. Ja, volgens bordjes zou die moeten kunnen starten. Probeer maar eens. Zelfgemaakt. En daar zit de korte kant. Ik ga benzinemengsel binnenhalen. Zuiger beweegt naar beneden. Klep staat open. Zuiger is beneden. Komt weer terug omhoog. Klep gaat dicht. Dit is 1. En dit is je inlaat. Dus, laat maar slingeren, die man. Oké, daar gaat de inlaat. Ik moet namelijk nu het punt gaan bepalen. Ja. Dat gaat dus zo meteen komen. Ja. Dus nu gaat mijn pen erin. Draai maar. Hij gaat hard.
Dus ja. Nadat de inlaatklep dichtgegaan is, komt het gat. En dan is hij op compressie. Dat is de volgorde. Ja, ja, ja. En dan staat één dus nu op ontsteken. Hij gaat linksom aan. Ja. Waar cilinder 1 zit. Maar dan net op het moment dat het lampje gaat branden. Ja, dus over de periode dat het lampje brandt, geeft hij ontsteking. Ja? Dus als ik hier 1 krijg van jou, dan weet ik vast wat 1 is. Tot zover. Ja, dankjewel. Ja. Ik denk een lekker bakkie. Irritant vorm. Dus die hebben we eruit gehaald en die hebben we nu iets anders ingesteld.